We kennen allemaal wel dat gevoel van irritatie wanneer je in de file staat. Zo ook de 25-jarige Sanne. Alleen kwam zij er wel op een heel pijnlijke manier achter wat er kan gebeuren als je met dit gevoel de file probeert te ontwijken. Ja, en dat is dus ook de reden dat je in een rolstoel zit nu. Ja. Hoe is dat allemaal zo gegaan? Ik was onderweg naar mijn werk en toen stond ik eigenlijk in een file. En ik dacht, ja, ik kom te laat, dus ik ga binnendoor. Dus ik ging de snelweg af. Ja, daar is mijn auto in de slip geraakt. Toen ging ik over de kop de sloot in. En daar lag ik dan. Helemaal klem en alles kapot, vooruit in mijn hoofd. Maar ging je over de vluchtstrook of zo? Nee, dat was een afrit. Dus ik dacht, nou, dan ga ik via die afrit binnendoor naar mijn werk. Maar hoe gebeurde dat dan? Ze hebben onderzoek gedaan en ze zeggen dat er een bult in het asfalt zat, waardoor mijn achterwiel is ja, soort van gelift. En daardoor is de auto in de slip geraakt. Ja, toen lag ik vast. Ik schijn daar wel 2 uur te hebben gelegen, ja. Hé, maar je hebt 2 uur lang zo met die punt in die sloot gelegen. Ja, ze zeggen het. Ja, voordat ik er echt uit was, hè, dus niet voordat er mensen kwamen. Ja, toen op een gegeven moment zeiden ze van ja, jongens, we moeten gewoon gaan trekken nu. En dat toen hoorde je dus wel echt allemaal. Ja, en ik dacht, oké, ze hebben me. En ik had constant tegen mezelf gezegd, je moet blijven ademen. Als ze je hier uitkrijgen, dan komt het goed. Als Sanne uiteindelijk met veel pijn en moeite door de hulpdiensten uit haar auto is bevrijd, wordt ze met een traumaheli naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Hoe lang heb je uiteindelijk in het ziekenhuis gelegen dan? Ja, wel echt 6 weken op de intensive care. Wow. Ook echt alleen op de intensive care. In het begin was het gewoon echt niet goed. Mijn hart was gekneusd, mijn ribben waren gebroken. Mijn ouders hebben ook 2 keer of 3 keer de sleutel gekregen van de familiekamer. Van blijf maar hier, want... Dus toen bleven ze in het ziekenhuis. Tja. Sanne overleeft het ongeluk ternauwernood. Maar als ze ontwaakt uit haar coma, hebben de artsen slecht nieuws voor haar. Ze vertelde mij, je hebt een dwarslesie. En ik zei, ja, dus, wanneer gaat het over? Maar hoezo? Je wist niet wat het was. Ja, ik besefte het niet. Maar ik denk dat het pas kwam in het revalidatiecentrum. Dat ik toen pas dacht van... Oh shit, het gaat echt niet meer gebeuren, denk ik. Ja? Ja. En dat heb ik echt niet snel. Na een zwaar revalidatietraject mag Sanne weer naar huis. Maar haar eigen woning is niet rolstoeltoegankelijk. En daarom laten haar ouders een aangepast appartement bouwen. Vlakbij hun eigen huis. Want dit is dus gewoon jouw huis? Ja. En dit is het huis van jouw ouders? Ja. Jij dacht van, ik laat hem er gewoon naast bouwen? Ik was al 3 jaar uit huis. Dus het was voor mij heel gek om terug te gaan. En wat zijn dan nu een beetje de aanpassingen die je dus allemaal hebt gedaan? De keuken is aangepast. Daar kan je natuurlijk onder. Mijn badkamer is ook helemaal aangepast. Verlaagd wasbak en zo. Maar alles wat aangepast is, vond ik lelijk. Dus ik heb echt flink moeten zoeken. Maar het is wel gelukt, ja. En Sanne heeft dan nu wel haar eigen huisje. Maar ze woont er niet helemaal alleen. Ze heeft een aantal persoonlijke begeleiders en een hele lieve hulphond. Maar dus eigenlijk... Met het PGB-team en dus de hulp van je hond, kan je wel gewoon alles? Ja, in principe wel. Ik kan bijvoorbeeld wel een vork en een lepel, dat is allemaal geen probleem. Maar ik kan niet snijden, want ik kan niet knijpen. Dus hebben ze een beugel aan een mes gezet, waardoor ik nu wel kan snijden. Dat soort dingen bijvoorbeeld. Mijn krultang aangepast, stijltang aangepast, borstel, parfum, alles aangepast. En die hulphond die helpt mij ook heel erg. Alles wat ik laat vallen, raapt ze op. Pieter, ken je dit? Tegenwoordig is het zo dat als ik het laat vallen en ze hoort het, dan komt ze al. Dus ik hoef niet eens meer te vragen. Zij is er altijd, mag overal mee naar binnen. Dus als ik in een vliegtuig moet, is zij gewoon naast mij. Ja. En wat zijn nou de momenten dat je wel echt denkt van... ja, kut, ik ben gewoon nu wel echt heel erg beperkt? Ja, het is niet zo dat ik alleen maar denk van... best... Soms ben ik ook heel boos. Ik ben iemand die staat op de bar in de kroeg met een microfoon. En daar kan ik nu niet zijn. En dat maakt mij boos. Dat ik gewoon niet kan zijn wie ik eigenlijk ben. Ik moet gewoon iemand zijn die ik helemaal niet ben. Omdat ik zit. Terwijl ik het liefst in die boom hang. Kijk eens even, strijder. Ja. Zo, jij hebt er zin in. Hoe kan je mij zien? Ik heb een camouflage. Oké, maar vertel even wat we gaan doen vandaag.
Leesgamen. En waarom? Nou, omdat wij verzinnen gewoon altijd iets leuks. En ik heb een best wel grote vriendinnengroep die echt nergens bang voor zijn. En waarom vind je het belangrijk om gewoon dan dit soort dingen te organiseren? Voor mijn ongeluk deed ik ook eigenlijk gewoon superveel met hun. En dat wil ik gewoon nu ook nog steeds doen. Hoe heb jij dit bedacht? Wat moet ik doen? Mij duwen. Ik schiet ze wel neer. Oké. Dus ik ga duwen, jij gaat schieten. Ja. Oké, jullie helemaal aan die kant en wij aan die andere kant. Kijk, kom. Uithijgen. Hoe voelt het nou zeg maar voor jou om dan zo tussen allemaal vrienden te zijn die wel kunnen rennen? Dat zijn dus de lastige dingen eigenlijk. Ja? Ja, vind ik wel. Wat voel je dan? Nou, omdat ik eigenlijk ook bovenop die dingen had om moeten staan nu. Ik wil gewoon niet dat die dwarslesie te veel impact op mijn leven heeft. Dat die mijn leven te veel beheerst. Heb je eigenlijk foto's van en video's van hoe je toen was? Dus zeg maar toen nog voor het ongeluk? Ja. Ja? Mag ik die eens zien? Ja, tuurlijk. Kijk, hier ren ik bijvoorbeeld door de sproeiers in Spanje. Oh ja. Dat is ook gek om te zien, dat je daar rent. Wanneer een tijdje geleden. Ja, zo heb ik jou bijvoorbeeld nooit gezien. Nee. Oh, hier ben je heel erg een tering op een festival. Oef. Ja. En dit is met skileren. Wat vind jij hier anders dan hoe je nu bent? Er waren ook gewoon nog heel veel dingen die ik nog wilde doen. En als ik dan denk van shit, dat kan niet meer, dan bij het idee al. Ook al gaat het over dingen die ik niet eens wil doen. Maar als het idee dat het niet meer kan, vind ik gewoon al helemaal kloten. En wat dan? Wat is iets wat je heel graag had willen doen? Mijn kind gewoon duwen op de schommel. Dat soort dingen. Ik krijg ook wel helemaal kippenvelden van als je het zegt. Ja, misschien dat het nog wel kan, maar ik zit dan wel vast met mijn wiel in die modder die eronder ligt altijd. Ja. Ja. Nou ja. Ja. En hoe denk je daar dan nu dus over na, over zo'n situatie? Ja, ik weet niet zo goed. Als ik dat dan weer denk, dan denk ik, oh ja, niet over nadenken en door. Dus ja. We zitten nu al in een heel zwaar gesprek, maar ik zit eigenlijk de hele tijd naar het tandje van jou te kijken. Dus zullen we die eraf poetsen en dan gewoon een biertje gaan drinken? Hoezo? Laat lekker zitten. Prima, doen we dat. Hatschikidee. Hup, rem eraf en gaan. Oké, jongens, zullen we even proosten op de goede wedstrijd? Cheers. Ja, nee. Cheers. Jullie hebben natuurlijk met haar ook wel dat iets heftigs meegemaakt, maar hoe was dat voor jullie? Ja, ik denk voor onze hele groep wel heel heftig geweest wat er is gebeurd. Zeg maar, het is oké. Ja, ik was gewoon helemaal kapot van. Ik trok dat echt niet. Want ik weet nog dat ik had een feestje gehad de dag ervoor en ik werd gebeld uit mijn bed. Ik had 10 gemiste oproepen. En ik hoorde dat en ik geloofde het eerst ook helemaal niet. Ik dacht, ja, het zou wel onzin zijn, maar toen zag ik het en toen dacht ik, ja, wat nu? Ja, ook omdat je nog in zo'n periode zit van, gaat ze het eigenlijk wel overleven? Weet je, dat was het ook gewoon op een gegeven moment. Dat je dacht, onzekerheid. Ja. Dat je dan ook wel heel dankbaar bent, dat je ook denkt van, oh, gelukkig, ze is er nog wel. Hoe was dat voor jou, dat je hoort dat je zusje zo slecht is gegaan? Je moet zo lang wachten voordat je weet dat ze überhaupt nog leeft, zeg maar. En dat is wel echt veruit het moeilijkste moment ooit, zeg maar. Ja. Wat zijn zeg maar de momenten dat jullie zien dat ze het moeilijk heeft? Toch altijd stiekem wel een beetje met alles. Ja, vooral als het gewoon even niet lukt. Als ze gewoon moeite heeft met, als er dan iets valt op de grond. Ze vindt het gewoon moeilijk om steeds te vragen van, oké, wil je dit even pakken? Ja, dat zijn wel echt de momenten dat ik dat ook gewoon sneu vind. Maar overal is ze altijd heel positief. Ze denkt gewoon niet in, ja, ze denkt niet in problemen. Bij jou is gewoon altijd het glas gewoon vol. En half vol, maar ook vol. En nu is die leeg. Ja, precies.
Voor haar ongeluk reed Sanne regelmatig paard. En omdat ze er alles aan wil doen om de Sanne te blijven die ze voor het ongeval was, gaat ze vandaag weer voor het eerst proberen of ze ook met haar dwarslesie kan paardrijden. Ja, zie je het al voor je? Jij daarop? Ja, jij? Ja. Hoe lang is dit nou geleden? Ja, ik denk toch wel... Ik heb nu 2,5 jaar een dwarslesie, dus ik denk toch wel 4 jaar, 3 jaar. Ik ben benieuwd. Hoe voelt het? Ik zou het knap vinden als ik blijf zitten. Ja, maar dat is wel de bedoeling, hè, dat je erop blijft zitten. Nou, laten we je erop hijsen. Ja. Dit is jouw Ziggo Dome. Maar, ja, god toch wat. Daar gaan we. Hallo, hoe voelt dit? Ja, het voelt iets minder comfortabel dan ik had verwacht. Ja? Ik dacht echt dat ik naar links en naar rechts zou vallen en zo. Ja. Dat is helemaal niet. Gewoon je instinct die zegt van, oh my god, vast. Ja. Oh, oh, hup, handen eraan. Of wil je even met zonder armen een rondje? Kan ook. Zonder armen? Ik heb al geen benen. Zullen we de balkjes stappen? Je moet er ook overheen. Nou, dit gaat goed, toch? Maar voelt het weer een beetje als vroeger? Ja. Ik herken het, zeg maar. Ja. Je herkent iets van vroeger. Nou, het is ook een soort van middelvinger naar die hele dwarslesie toe, vind ik. Dat je dan gewoon zegt, ha! Ik zit gewoon op het paard, jongen. Wat denk je nou? Ja. Toen ik in het revalidatiecentrum kwam, dacht ik echt van, oké, dit is echt voorbij. Het is nu echt over. Mm-hmm. En nu wil ik alles doen wat ik eigenlijk niet kan. Krijg je van dit soort dingen dan energie? Als ik straks een foto maak en ik laat dat zien aan iemand in het revalidatiecentrum die daar nu ligt, dan... Die dan precies misschien hetzelfde denkt als hoe ik toen dacht. Ja. Dat ik dan kan laten zien van, ja, nou en, kijk dan. Ik ben gewoon paardrijden en zo. Ja, het en, hoeft niet voorbij te zijn. Nee. Dat Sanne een doorzetter is, mogen nu wel duidelijk zijn. Voor haar lijkt niets onmogelijk. En zelfs de aarde blijkt te klein voor alles wat ze nog wil doen en proberen in haar leven. Wat heb je nou gedaan? Je hebt een brief gestuurd. Nou, ik heb me opgegeven voor een Dear Moon project. Dat is met Elon Musk en nog een andere hele rijke Japanner. Ja. En die haalden zoveel geld dat ze dachten van, nou oké, we gaan naar de maan. Wat als we de hele wereld mee laten doen? En toen heb ik inderdaad me ook ingeschreven. Misschien kiezen ze me al uit. Maar hoezo zou je zo graag de ruimte in willen? Wat doet gewichtloosheid? Is dat juist ook door je dwarslesie? Ja, dat je denkt van, ik ben benieuwd hoe dat dan is? Ja, misschien kan ik mijn stoel thuis laten of zo. Dat ik gewoon zo... Ja, je kan niet zwemmen in de ruimte, maar gewoon... dat ik me vastpak aan dingen en me dan zo verplaats. In plaats van dat ik weer in die stoel zit. Ja, oké. Ga jij hier maar even goed kijken? Kun je straks ja, nog op. Wel even iets verder, hoor. Wat? Ja, ik kon niet lezen. Jezus. Ik ga jou dat spaceship in, Mitra. Oh, god. Gaan we eens even kijken of het allemaal kan. Oké, dit wordt de test der testen. Ja, ben je daarvoor? Stel, je wordt ooit uitgekozen. Ga ik hierin. Nou, ga jij maar even verkennen. Geen drempel? Dat is gunstig? Nou, dat moet niet uitmaken als je vliegt. Als jij natuurlijk zweeft, dan kan alles gewoon. Ja, toch? Denk je niet? Ja, het verbetert niet de handfunctie en ook niet mijn benen. Maar ik denk, maar ja, je bent, ja, het is wel anders, denk ik. Ja, wel een lekker gevoel lijkt me dat toch ook? Dat je gewoon zo vliegt en... want dit doet het natuurlijk gewoon allemaal bij jou. Dus in principe kan je gewoon overal bij. Ja, daarom dacht ik. Misschien vindt de rest van de wereld dat ook een goed idee, als ik dat probeer. Iemand moet het doen, toch? Ja. Laten we dan in ieder geval een invalide iemand dat doen. Ja, maar juist daarom. Je hoeft toch niet te lopen in de ruimte? Ja. De enige wandeling die ik nog kan maken is ruimtewandelingen. Dus ik dacht, nou... Ja. Ja, zeker. Nou, laten we even de boel verkennen. Nou, dit is allemaal te doen, toch? Dit is mogelijk. Ja, maar dit ook, hoor. Want ik heb er geen last van als je vliegt.
Jij kan het natuurlijk gewoon sowieso aftappen. Ja, joh, het is alleen maar makkelijker dit. Slangetje erin en... Dus jij bent juist perfect hiervoor. Ja. Nou, tot over een paar jaar. Ja. Weer